kort heeft Freddy Buitenhuis club en wedstrijd Timmerlin Metselen. Hoe is dat er gegaan? Ja, fantastisch. Als je kijkt wat er deze twee dagen is gepresteerd door deze jeugdigen vanaf het VMBO, derde en vierde klasses. Ze hebben een tuinbank gemaakt, het was een duo opdracht voor het timmeren. En voor Metselen hebben ze een prachtige steensmuur gemaakt met een afdekkertje erop. Top wat de kinderen gepresteerd hebben. En welke scholen zijn er? Welke scholen doen ze mee uit de omgeving? Ja, vijf scholen uit de omgeving. Agnieten College Zwartsluis uit Zwolle, Talentstad, Grijdanus, vakcollege uit Emmeloord. En Pieter Zand uit Kampen. Dus er zitten veel toekomstig jeugdtalenten aan te komen voor de bouw? Zeer zeker. We zijn erg blij mee dat we toch weer 10 timmerlieden gevonden hebben en 7 metselaars. En ja, wij zijn hard nodig in de bouw. Merk je ook dat de jeugd zegt van wij gaan hierin verder, gaan we deze opleiding doen in de bouw? Ja, ik denk dat ongeveer 60% van wat hier staat, dat die dadelijk ook de bouw ingaat. En daadwerkelijk ook als timmerman. Want nog niet zoveel als metselaar, maar ik denk 1 of 2 metselaars openen we weer op. Dat die dadelijk aan de slag gaan. En die zeker een baan vinden. Ik zag hier net ook nog een paar meisjes ertussen lopen. Ook toekomstig talent? Ja, vanmiddag ook toevallig nog weer een meisje die zich aangemeld heeft. En het begint toch een beetje te komen dat de dames toch ook interesse krijgen voor de bouw. En die hebben daar ook een mooie toekomst. Nou, laten we hopen dat er wat blijft zijn hier. Ja, dat gaat zeker goed komen. Hoor. Ik ben heel trots op hetgeen wat hier gepresteerd is. En zo meteen de prijsuitreiking? Ja, om 16:30 is de prijsuitreiking door de burgemeester. Zelf ook vanuit de bouw actief geweest. En die draagt een warm hart toe aan de OVG. Vandaar dat hij altijd zegt van als jullie wat organiseren, dan ben ik er. Spannend met de bezuiniging. Ja, het nadeel is, zo werk ik in, gezamenlijk hè, met 2 personen, per school werken ze. Wat doet zich daarvoor? Je kunt niet individueel aan beoordelen. En dan zien we dat wij toch heel kort in elkaar liggen. De samenwerking was perfect onder elkaar met de jongen. Maar je hebt echt gewoon 2 dagen gevolgd? Ja, we hebben ze 2 dagen gevolgd. We hebben constant gecijferd. En nu zijn we aan wij zijn gestoken. Nu is het natuurlijk moeilijk te doen wie als eerste trainer gaat worden. Want zo te zien liggen ze kort bij elkaar. Nou, succes nog even. Ja. Samenwerking, daar kan een ander nog een voorbeeld aan nemen. Dus ook hier een les voor de breedte van de mensen om ons heen. Ik hoop dat jullie allemaal ook
in de bouw blijven. Ga ermee door met enthousiasme en geniet van je werk. Heel veel succes! Applaus.